Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door... Als je het over de Tweede Wereldoorlog hebt, denk je natuurlijk ook al gauw aan het verzet. En daarover kregen we een vraag van jou, Anouk. Ja, ik was eigenlijk wel benieuwd naar de verhalen over het verzet en terreur. Precies, daarom hebben we Pieter Bas uitgenodigd, want die kan ons daar wel wat meer over vertellen. Ja, verzet is natuurlijk een heel erg breed begrip in oorlogstijd. Verzet kan allerlei vormen aannemen. Het kan gepaard gaan met geweld. Je kunt een Duits soldaat neerschieten of een NSB'er. Het kan ook gepaard gaan zonder geweld. Je kunt een verboden krantje drukken of rondbrengen. We staan nu in Rijsberg op de Vloeiweide. Hier is een hele heftige gebeurtenis geweest op het eind van de oorlog, 1944, die ook heeft te maken met het verzet. Wat is hier dan precies gebeurd? Het verzet uit Breda had hier een seinpost ingericht. Die was het huis van boswachter Neefs. Een ideale plek om stiekem berichten door te geven aan de geallieerden in Engeland. Zij zijn verraden op het eind van de oorlog. De Duitsers hadden in de gaten dat hier berichten werden verstuurd. Hebben toen de boel omsingeld en getracht die mannen te arresteren. En dat is uitgelopen op een schietpartij waarbij een aantal verzetsmensen gedood zijn. Anderen zijn een dag later gedood. En ook de familie Neefs heeft hier een aantal gezinsleden verloren. Triest verhaal. Dit is gebeurd vlak voor het eind van de oorlog, in het zicht van de bevrijding. Het huis van boswachter Neefs werd tijdens deze operatie door ruim 100 manschappen omsingeld. Er vielen 20 doden. 3 aan Duitse zijde. 5 verzetsleden stierven ter plekke. En nog eens 8 werden de dag erna in het Masbos geëxecuteerd. Boswachter Neefs wist te ontkomen. Maar moeder Neefs en 3 van de 8 kinderen werden door bruut geweld om het leven gebracht. Niet ver daar vandaan, achterop de Klappenberg, schuilde de familie Beldenbos bij boer Huibrechts. In verband met de verwachte komst van de geallieerden was het te gevaarlijk om aan de doorgaande weg op de Oude Bredase Weg te blijven wonen. 5 oktober 1944 is een dag om niet snel te vergeten. 'S Morgens om 5 uur was er ineens een enorm lawaai. Wij werden wakker en wij hoefden zomaar schuin over die bossen te kijken. En toen zagen wij daar tegen de lucht een enorme vuurgloed. En wij hoorden constant geweervuur. Enkele dagen later liep ik met mijn vader en toen kwamen er uit die bossen 2 Duitse soldaten. En die hadden een soort verwaarloosde man tussen zich in. En hielden ze mijn vader tegen. En toen zeggen ze, die man die zwerft hier al enkele dagen door de bossen. En we hebben hem nu kunnen pakken. Maar hij zegt niets. Wij weten niet wie deze man is. En toen zei ze tegen mijn vader, kent u die man? En mijn vader die kon echt voor 100% zeggen, nee, ik ken die man niet. Vader kwam thuis van zijn wandeling. Hij vertelde tegen die boer, Huibrechts, wat er gebeurd was. En die boer, die schrok. Toen had hij tegen vader en moeder gezegd, dat was Neefs. Want het was al wel bekend wat daar gebeurd was. En al die doden. En dat die vrouw met die kinderen in die kelder van dat boswachterhuisje verbrand zijn of doodgeschoten. Die boer die had toen tegen mijn ouders gezegd, ik heb angst, want die Neefs kwam bij onze boerderij 's nachts op zo'n hooischelf, mocht hij daar bovenop onder zo'n rieten dakje. Ja, ja. Hij zegt, en dan zetten mijn vrouw en ik daar eten en drinken klaar en een laddertje en daar kwam Neefs. Als het donker was. En toen was die boer bang. Want die man die wordt natuurlijk ondervraagd. Ja, tot en met. Onder druk gezet. En dan ben ik er ook bij. Volgens mij is dat niet gebeurd.
Maar wat ik er wel van weet is dat die Neefs, die is naar Zevenbergen gebracht. Naar een Marchessé-kazerne. Maar die waren ook wel natuurlijk voor aan de verzetskant. En toen hebben ze ergens een Marchessé's uniform te pakken kunnen krijgen. En toen hebben die Marchessé's, die mochten wel in en uit hun kazerne. Toen hebben ze hem zo'n, alsof die Marchessé was. En die zijn gewoon met die andere Marchessé's, terwijl natuurlijk wel Duitsers waren. En zo is Neefs ontsnapt. Iemand die hier ook veel kwam, was Kees Dekkers. Een belangrijk lid van het verzet in Etten-Leur. En wij hebben nu een afspraak met zijn zoon. Ga je mee? Ook Nederland heeft de nodige maatregelen moeten nemen om aan eventuele moeilijkheden van de internationale crisis het hoofd te kunnen bieden. Burgerwacht wordt in dienst gesteld en vele voorbereidende maatregelen moeten worden getroffen. Mijn vader die is van 1919 en die was in 1939 dienstplichtig militair. En toen de oorlog uitbrak was hij opgeroepen om naar Heusden, vlakbij Den Bosch, de waterlinie te verdedigen. Maar de verdediging duurde niet zo heel lang, want binnen 1 of 2 dagen overliepen de Duitsers dus heel Nederland en dus ook het gebied rond Heusden. Nou, mijn tante en haar vriend die hadden dat gehoord en die zijn op de fiets toen naar Heusden gereden, waar ze dus de soldaten die net verslagen waren, waaronder mijn vader, dus gevonden hebben. En die hebben ze toen mee naar Etten genomen, voordat de Duitsers verder dus maatregelen zouden nemen om hun gevangen te nemen. Wij laten ons zomaar niet in een hoek zetten en vanuit een sterk rechtvaardigheidsgevoel en ook vaderlandsliefde zullen al het mogelijke doen om te zorgen dat we dus niet onderdrukt worden. Vanuit dat gevoel hebben ze dus dat verzet aangewakkerd. Vanaf 1941 waren er verzetsmensen in Etten-Leur actief. De groep hield zich, naast het doorgeven van gegevens, ook bezig met de hulp aan onderduikers en met sabotage. Nou Anouk, dit is Leo Dekkers, de zoon van Kees Dekkers, die bij ons een hele belangrijke rol heeft gespeeld in het verzet. Wat deed uw vader precies in het verzet? Mijn vader was verzetstrijder in Etten en die zorgde ervoor dat de Duitsers werden ondermijnd en dat informatie van de posities van de Duitsers werden doorgegeven aan de geallieerden, zodat ze konden weten waar ze moesten vechten. Was uw vader vaak op de vloeiweide? Mijn vader die was koerier van de vloeiweide naar Etten. En die zorgde ervoor dus dat de informatie via de vloeiweide ook in Etten bekend werd. Dan staan we niet helemaal voor niks op deze plek, hè? Want hier is iets belangrijks gebeurd in dat tijd. Mijn vader die was onderweg met kaarten richting de steenfabriek daar aan de overkant. Daar zat de familie Vermeulen. En toen hij met zijn fiets hier binnen doorkwam, toen stond er een Duitse vrachtauto. En die pakte zijn fiets af, maar die zagen ook dat hij kaarten bij zich had. Dus hij werd meteen opgepakt. En op het moment dat ze hem in de vrachtwagen wilden laden, heeft hij zich losgerukt en heeft hij een Duitser neergeslagen en is toen hier de velden ingelopen, terwijl de Duitsers het mitrailleur pakten en hem dus achterna probeerden om hem dus dood te schieten. We hebben wel gezien dat ze er achteraan gingen. Die mitrailleur zaten. Hij woonde de Biskupodestraat en die zei op de Roosevelse weg, hebben ze hem aangehouden en toen had hij iets bij hem. En toen is hij op de loop gegaan en daarachter was inderdaad dat voetbalveld. Die akkers. En toen zagen wij op een gegeven moment, wij waren achter de tuin. Kijk daar. Iedere keer liep er iemand en liet zijn eigen vallen. Er werd er geschoten en viel hij weer. Uiteindelijk was dat Kees Dekkers die beloop ging, dus die liet zijn eigen iedere keer vallen. En die hebben ze toen ook niet te pakken gehad. Maar vervolgens zijn ze wel naar zijn huis gegaan om daar te kijken of hij daar was. En wat is er nou met hun vader gebeurd? Mijn vader die is gevlucht en vervolgens is bij het huis van mijn ouders, van zijn ouders, daar zijn alle mensen op de vlucht gegaan toen de Duitsers daar voor de deur stonden. En er was iemand die had ze verraden, die had gezegd van nou daar wonen ze. Biskupodestraat was het ouderlijk adres waar nou Kapsalon Dekkers zit. Daar woonden mijn oma, opa, mijn tante Jo. En ook haar vriend Rienus van Nuenen die in het verzet zat. Die woonde wel in Prinsenhagen, maar die was ook heel actief in het verzet in Prinsenhagen en ook wel in Etten.
toen ze zagen dat de Duitsers dus richting het huis kwamen, toen is meteen mijn oom Leo Dekkers de Kapper, die heeft dus gewaarschuwd dat ze eraan kwamen. En toen zijn met name Rinus van Une, die is via het dak gevlucht. En mijn oma, die nog binnen was, die is met de Duitsers naar boven gegaan, maar vervolgens heeft hij zich uit de voeten gemaakt, want hij was bang dat ze ze zouden pakken. En die is toen naar de buren gegaan, twee deuren verderop, bij Kee van Sint-Truijen. Die had een snoepwinkeltje in de Bisschopmolenstraat. De Duitsers hebben de hond doodgeschoten, die had net jonge hondjes. En alles is kapotgeschoten en meegenomen door de Duitsers. Alleen gelukkig niemand die ze dus opgepakt hebben. En een van de jonkies hebben wij een zond gehad, als een dolly. Ja, de jonkie, ja. Ja. En ik heb begrepen dat het zelfs zo was, hè, dat uw vader nog best een tijdje heeft gedacht dat er iets ergs gebeurd zou kunnen zijn, omdat ze die schoten hadden gehoord. Ja, iedereen hier in de buurt, van de tandarts tot aan de molen. En heel veel mensen hebben gehoord dat ze hem dus achterna zaten, alleen hebben ze hem niet geraakt. En hij is toen door de velden gevlucht naar Hoeve, waar Jan van der Zanden dus onderdak verleende. Toen mijn vader hoorde dat ze dus thuis alles kapot hadden geschoten, toen was hij natuurlijk hartstikke ongerust. Alleen, hij kwam een melkboer tegen. Miel Thijs, een bekende melkboer uit de Bisschopmolenstraat, die zei nou, ik denk dat ze bij Kee van Sint-Truijen zit, want die heeft deze week of de laatste dagen veel meer melk afgenomen dan ze normaal doet. Zaten er nog meer mensen in Etten-Leur in het verzet? Er zaten best wel veel mensen in het verzet, want een heleboel mensen die hadden hetzelfde gevoel van we moeten de vrijheid terug. Onder andere Jan van der Zanden was een belangrijke verzetsfiguur. Thies Vermeulen van de steenfabriek speelde een belangrijke rol. En zo waren er nog best wel veel mensen die dus hand- en spandiensten verrichtten. Onder andere ook de broer en zus van mijn vader, die waren verzetstrijders. Maar het was best wel link, want er waren ook mensen bij die probeerden de verzetstrijders te verraden. Maar waarom zaten dan toch zoveel mensen in het verzet? Mensen die wilden natuurlijk de onderdrukking van de Duitsers niet. Want als je dus beknot wordt in je vrijheid, dan wil je natuurlijk zorgen dat die vrijheid terugkomt. Dus die hadden helemaal niks met de Duitsers. Maar ze konden van de Duitsers niet winnen met vechten of zo. Dus die moesten ondermijnen. En informatie doorgeven aan de oprukkende geallieerden, want het was intussen al oktober 44. Dus de bevrijding was nabij, dus het zuiden van Nederland werd steeds meer bevrijd. Dus Etten-Leur kwam steeds dichter bij de bevrijding. En hij is later dan, toen dus de bevrijding in Etten-Leur plaatsvond, is hij nog meegetrokken met de geallieerden tot in Duitsland toe om de Duitsers te verdrijven en krijgsgevangen te maken. Het Etten-Leurse verzet kende ook nog veel andere helden. En soms kwam er ook hulp van buitenaf, zoals vanuit Breda of Bergen op Zoom. En natuurlijk was er ook het verzet, het leidzaam verzet onder de bevolking. Onder andere door te luisteren naar Radio Oranje. En de radio hadden we ook al. Radio moesten we even doen. Ja. Mocht geen radio hebben. Ja, ik mocht niks ontvangen. Want toen het stiekem nog luisterd natuurlijk. Want dan sprak de koningin dan, hé, Wilhelmina Lars sprak dan. Geachte luisteraars, Hare Majesteit de Koningin. Ik wek mijn landgenoten in het vaderland en overal waar zij zich bevinden. Op, om, hoe donker en moeilijk de tijden ook zijn, te blijven vertrouwen in de eindoverwinning van onze zaak. En wij dachten, nou, we hebben ook geen radio. Maar ja, het was wel heel typisch, hè. Dan kwamen ze rond een bepaalde tijd, kwamen die buurman, die buurman kwam bij ons. We hadden dan de winkel en naast was dan een magazijn. Maar ja, wij snapten dat niet. We komen daar gewoon wat buurten. Ja, dan werd er bij mijn vader die radio achter het goed tevoorschijn gehaald. En zaten ze met z'n allen te luisteren. Daar werd er niet over gepraat, want anders dan... Gepraat, dat was allemaal helemaal fout geweest, hè. Ja, bij ons hadden ze zo'n oude ding. Ergens op de kop getikt en de goeie hadden ze, wij hadden achter in de tuin zo'n preel en daar hadden ze die goeie ingestopt. Ja, ook naïef misschien, want als ze er echt naar zoeken, ja, en dan zat het nog niet goed ook, hè. Maar, dus de meesten hadden wel of een oude fiets of een oude radio, hè, die ze weggaan, binnen hadden natuurlijk, hè. Net in de tijd dat verschrikkelijke aanvallen door Engelse vliegtuigen en Amerikaanse vliegtuigen op Duitsland waren.
En die werden ontzettend veel beschoten, want er stond Duitse luchtafweergeschut rond tussen Roosendaal en Oud-Gastel. En dat schoot erop, onnoemelijk. Die werden gewoon afgeschoten. Dus we reden om de fiets en er liepen vijf of zes, dat weet ik niet meer precies, mannen over de straat in hele geen Duitse uniformen. Ik zeg tegen Jan, ik zeg, dat zijn vliegers. Dus wij van de fiets af en gevraagd in ons net geprobeerde Engels zo'n beetje. Vliegers en ja, we konden er niks van maken, maar we stonden er ook in bal van ook. Dus toen zei je me, want dat was een reddingslijn van mensen die vliegeniers oppakten en die ze over de grens bij Schijf brachten om te vluchten naar Spanje en dan konden ze van daaruit naar Engeland. Dus wij tegen die kerels proberen uit te leggen, achter op de fiets, maar ja, we waren maar met z'n tweeën, dus we konden niet. En toen zeiden wij, wij brengen jullie naar Schijf. Totdat hij op een gegeven moment zegt, Alumet, jij moet vuur hebben. En toen stak je je sigaretje op en hij paste. En wat bleken het toen? Italianen te zijn in Italiaanse uniformen in Duitse dienst. En die lagen in Bossenhoofd. Woonden die daar, waren die daar ingekwartierd. Dus ze hadden ons goed bij de kladder kunnen pakken. Die is toch een week in de gevangenis gezeten, in Breda? Ja, mijn vader in de gevangenis. Ja, in Breda. Mijn vader die had ook een zaak, textielzaak. En daar had je op zolder, had je daar wollen sokken, wol en dergelijke, had je daar weggelegd. Want daar kon je ruilen voor eten, voor boter en zo. Wat nodig was met zo'n gezin. En dat is toen aangebracht. Hebben ze daar een inval gedaan, ze hebben ze dat gevonden. Is je meegenomen en heeft hij 1 of 2 weken in je thuis van bewaring gezeten. In Breda. Oh. En dan moet er net mijn vader hebben. Heel precies en dingen. Oh. Dat heb je in NSB'er gedaan, een paar huizen verder. Oh, daar hebben ze, ja, ze hebben het verhaaien, dus was voor. Dat wel, dat kijk zulke dingen dan. Ja, dat moet wel, hè. Ja, ja. Kon die man niet uitstaan, was niet al een lange stugge man. En zijn vrouw was zo'n klein vrouw. Nou, die waren er gewoon bang van. Die waren niet eens weg, alle twee, toen de oorlog afgelopen was. Dat weet ik nog heel goed. Je moest dus niet alleen voorkomen dat je betrapt werd, ook verraad lag op de loer. En daar gaat de vraag van Daan over. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is Daan. Hoi, hey, Daan. Ik ben Daan. Toon Reinaerts, eigen naam. En Daan heeft een vraag voor jou. Ja. Waren er ook mensen in de oorlog die de kant van de Duitsers kozen? Ja, mijn buren, de kant van de Duitsers. De Duitsers kwamen er over de vloer. Die Duitse soldaten waren ook jongens die in dienst moesten in het Duitse leger. En die zochten toch wel eens soms contact. Die hadden er wel profijt van, want als ze wat nodig hadden, dan konden ze altijd terecht. En mijn broer die was ondergedoken omdat hij eigenlijk naar Duitsland moest om daar te gaan werken. Heel veel Ettenaren zijn toen naar Duitsland gegaan om te werken. Dat wilde hij helemaal niet natuurlijk. Ja, en verschillende keren dat ze dus kwamen om te kijken of er iemand thuis was. Hij had met de buren afgesproken, die zei, als er iets gebeurt, klim maar over de schutting en kom maar bij ons. Daar gaan ze natuurlijk nooit komen. Ja, en dat was dus heel handig natuurlijk. Na de oorlog, ja, werden degene die dus connecties met de Duitsers hadden, die werden opgehaald. Hè. Die werden nog kaal geschoren, denk ik. Vrouwen werden kaal geschoren. Ja, vrouwen kaal geschoren. Die Duitse schuld daar niet. En, ja, de kaal geschoren. Toen is mijn broer natuurlijk voor haar nog in de bres gesprongen van, hé, luister eens, ze heeft mij altijd wel goed geholpen enzovoorts. Ja. Dus ja, hoe dat daar verder afgelopen is, weet ik ook niet. De liepen op straat en deze oppakken en bij ons achter. Die, waren, ja, die hadden met Duitsers omgegaan. Ja. En dan werden ze kaal geschoren, ja. Je bent jong en je kunt verliefd worden, ook al is het een ander. Ik heb wel van een buurmeisje, maar ik noem geen naam, een paar huizen verder, weet je wel. Die had een pleister in een handdoek. Ik dacht, hoe kan ze gek, dat had ze een busknot aan. We gingen spullen. Oh ja. Dat noem ik geen naam. Dat is op veel plaatsen gebeurd. Het is veel plaatsen gebeurd, het is niet alleen in Netten gebeurd. Het is overal gebeurd.
ja, terecht of niet terecht, maar... Ja, wat is het? Ja. Ik denk dat je jong bent en je bent verliefd op iemand dan. Ja. Dat maakt het niet uit. Waar komen ze vandaan? Hè? En er zullen wel goede Duitsers bij geweest zijn. Net maar zo ja, goed. Die moesten ook onder dienst. Ja. En die moesten ook meevechten. Ja. Die NSB'ers. Ik was erachter op de Bremberg zitje en ik zag een lichtje licht. Dus je zorgt dat het dicht is, want anders dan krijg je... Ja, die mannen waren baas toen. En normaal waren ze niks te zeggen, nee, thuis nog niet misschien. Nee. En op school werd er ook niks over verteld van NSB of wat dan ook. Nee, helemaal niet. Nee hoor. Kijk, bij die soldaten had je ook goede soldaten. Daar konden rustig... Ja, ik zeg, wij spraken geen Duits, maar daar konden rustig met praten als het ware. Ja. Maar één van jullie buren, dat waren toch Duitsers? Dat was... Ja, bij ons in de buurt woonde namelijk Akkerman. Ja. En dat is vlakbij waar nu apotheek Sturm is. En Akkerman, dat was de bierbrouwer van de Cambrinusbrouwerij. Want dat was een Duitser. En die had ook een zoon, Helmoet. Ja, en een geweldige voetballer. Maar op een gegeven moment kwam hij en toen had hij... Hey, van de jeugend SS, hè. Ja, toen mocht hij niet meer meevoetballen, hè. Toen dachten wij, potverdooi. En de volgende keer toen kwam hij in. Ja, toen had je al een revolver, hè. Ze hebben, goddooi, wat nou, hè. Tenminste, dat zeiden de jongens van die leeftijd, ja, ja. Die toen een jaar of 16, 17 ja, waren. Ja. En, enfin, ze hebben hem zoveel mogelijk geweerd. En op een gegeven moment hebben ze hem niet meer gezien. Toen moest hij ook naar het front. Hij was bij de SS, hè. Ja, en toen, bij Dolle Dinsdag... was ineens heel de familie vertrokken. Ja, Akkerman, ja. Maar ik weet wel, een jongere broer, die was net iets jonger als wij weer. Ja. Daar had ik een keer wat ruzie mee gehad, denk ik. En toen kwam Elmoet, die kwam toen. Ja. Met zijn zwart pak aan, zijn revolver hier zo, weet je wel. En kwam naar mij toe en kwam het even vertellen. Ja. Nee? In de oorlog moesten de jonge mannen in Duitsland gaan werken, de arbeidseinsatz. Ja, dat deden ze allemaal niet. Er waren er verschillende bij die gingen onderduiken. Maar die moesten namelijk ook hier eten hebben. En in die tijd was het eten namelijk allemaal op de bon. Onze Jos, een broer van mij, die we hier toen hij nou, 17, 18 jaar was, je werkte op de Keunse in Breda. En die weer opgepakt en die moest naar Duitsland. Die heeft daar zo een jaar of drie aan de Neckar gewerkt, ook in de kunstzijfabriek. Wat die daar meegemaakt hebben. Ja, ja. En waar wij dan maar van meegemaakt hebben. Want ik ben nog nooit zo katholiek geweest als toen. Wij moesten iedere dag 's morgens naar de kerk gaan bidden, omdat onze Jos naar huis moest komen. Maar hij was er niet eens weg. Bij de gemeente lieten ze dit natuurlijk niet zomaar over hun kant gaan. Ze wilden het ronselen van jonge mannen voor de arbeidseinsatz voorkomen door hun persoonsbewijzen zoek te maken of zelfs de mensen dood te verklaren. En van de mensen die dood waren gegaan, gebruikten ze de voedselbonnen om de onderduikers te helpen. En dan was er eentje bij de gemeente, die zat ook bij de ondergrondse. Dat was Jan van der Zanden. En die wist dan precies wanneer die persoonsbewijzen en die bonnen binnenkwamen. Op een gegeven moment was het dan weer zover en ze hadden veel bonnen nodig. Op de koude avond van 20 januari 1944 vond hier achter een overval plaats. De overvallers wilden de persoonsbewijzen verbranden van jonge mannen die anders naar Duitsland gestuurd zouden worden. En ze wilden voedselbonnen bemachtigen. En die hebben op een avond, zijn langs achter het gemeentehuis, zijn die daar naar binnen gegaan en daar woonde toen nog de bode. Dat was Janus Vergouwen met zijn vrouw en een zoon. Piet en een dochter, Gerda. Grada. Grada. Ja, Grada. Dus Jannes Vergouwen is toen gekneveld. Kom eens joh, hey, die kluis openmaken. En dat heeft hij gedaan. En toen hebben ze met chloroform, namelijk bedwelmd, en zijn vrouw ook, netjes buiten gelegd. En daar hebben ze, ja, die gegevens allemaal. Gegevens waarschijnlijk, ja. Uit de persoonsgegevens van jonge mannen. Uit Etten, die hebben zij daar weggehaald en hebben ze er ook verbrand, verscheurd en verbrand. Het ging er in alle spanning wat rommelig aan toe. Een van de overvallers sloop per ongeluk de deur van de kluis, terwijl zijn collega-overvaller nog binnen zat en die had de sleutel.
Dus Janus Vergouwen moest wel worden bijgebracht om de overvaller te bevrijden. De Duitsers lieten het er niet bij zitten en stelden een onderzoek in. Ze hielden verschillende mensen vast, waaronder Janus Vergouwen. Er kwam NSB-bewaking bij het gemeentehuis en het hele bevolkingsregister werd uiteindelijk weer hersteld. Uiteindelijk hebben alleen de 12.000 voedselbonnen die buit werden gemaakt hun weg weten te vinden door heel Nederland. Pas 50 jaar later kwam er onverwachts nog nieuws naar voren over de overval. Want toen pas bleek dat Janus Vergouwen de volgende ochtend had gezien dat de persoonsbewijzen maar half verbrand waren. Hij heeft ze met gevaar voor eigen leven verstopt onder de dakpannen van zijn woning. En later heeft zijn zoon ze netjes ingeleverd bij het gemeentehuis. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door